Welkom allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Stumble Guys video. Vandaag heb ik echt een leuke voor jullie, want ik heb namelijk een real life Stumble Guys pack. Ik heb hem niet gekregen, vaak krijg ik dit soort dingen, maar nee, ik heb hem daadwerkelijk zelf gekocht. Ja, ik was namelijk op vakantie in Zwitserland en toen kwam ik een Stumble Guys pack tegen op een marktje. Dus ik zal het filmpje ook even laten zien, ik had even een filmpje opgenomen. En in zo'n rek met allemaal andere packs zag ik dus zo'n Stumble Guys pack. Ik verwacht dat hier een skin in zit, dat er gewoon één zo'n skin in zit. En ik hoop eigenlijk dat er een special skin in zit. Dat zou wel nice zijn natuurlijk als dat gaat gebeuren. En dan kunnen we deze die ik natuurlijk ga krijgen mooi zo meteen achter in mijn kast stoppen. Dus ik ben heel benieuwd wat erin gaat zitten. Het kostte trouwens 5 Zwitserse frank dit pakketje. Dus dat is meer dan 5 euro. Dus ik hoop dat het wel waard was. Want 5 euro voor zo'n klein pakketje, ik vind het vrij veel. Nou, we zien het wel. We gaan gewoon lekker spelen. Want ik moet namelijk in de top 3 komen van een game voordat ik dit pakketje mag openen. Dus we gaan eerst gewoon lekker spelen. Kijken of ik in de top 3 kan komen. En dan gaan we kijken wat er in mijn real life Stumble Guys pack zit. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Maar voordat we gaan beginnen met spelen, doe dat duimpje omhoog. 500 likes zou mooi zijn. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van al mijn video's. En dat is natuurlijk ook net zo mooi. Oh ja, en voor Bawz kleding check natuurlijk Bawz.nl. Maar laten we maar beginnen. We doen de gewone game mode. Als hij het natuurlijk gaat doen. Hoezo doet hij niet? Oh, blijkbaar moest het spel iets updaten of zo. Nou, maakt niet uit. Hij doet het nu. Dus dan kunnen we nu gaan beginnen. Top 3 is dus voldoende. Dus we moeten sowieso de finale halen. En dan moeten we dus in de top 3 zien te komen. Ik ben benieuwd hoe makkelijk dat gaat. Oké, daar gaan we dan. Er moet 16 zich kwalificeren. Trouwens, iedereen heeft die gouden Mr. B-skin. Ja, dat is wel echt lijp. En ik moet eigenlijk trouwens ook nog binnenkort een keertje die bal zien te fixen. Want volgens mij is dat echt een mega goede emoji. Dat is echt niet normaal. Iedereen die heeft die bal ook gewoon. En je gaat er ook echt daadwerkelijk sneller door. Dus ik heb zo'n idee dat die wel redelijk goed is. Oké, die sliding was goed getimed. Tot nu toe doe ik het wel vrij netjes. Vind ik. We kunnen even hier langs. En dan kunnen we het zo doen. Hier jongen. Zieke skills. En dan jump ik even naar die. Want anders wist ik al dat ik het niet ging halen. Haha, je probeert mij te slaan hè. Dan ben ik nu als eerste gefinished. Dit telt trouwens niet. Ik ben natuurlijk nu wel in de top 3 gefinished. Maar ik moet in de finale, zeg maar echt in de uiteindelijke top 3 komen. Maar in ieder geval mooi dat we de eerste ronde door zijn. De volgende ronde. In principe kan hier vaak niet zoveel fout gaan. Als je geen domme fouten maakt. Maar ja, dat heeft de rest ook. En je kan natuurlijk wel neergehaald worden. Oh, die ging niet helemaal lekker. Als ik maar in ieder geval in het begin meekom. Dat is voor mij nu het belangrijkste. Oh, dat was een mooie tackle. Ja, kijk, dat is chill. Dan hebben we de eerste jump in ieder geval gehaald. Nee! Oh, dat was balen. Dat was ook totaal niet nodig. Ja, maar ja, we doen er nu weinig aan. Deze gaat ook goed. En dan kan ik nu een sliding leggen. En dan weet ik niet of ik nu nog in de top 8 ga komen. En, oh, huh? Ik werd daar neergehaald, maar uiteindelijk komt het toch nog goed. En ik denk dat ik het wel ga halen. Ja, oh, dat ging nog net goed. Volgens mij kan je met die voetbal ook elkaar neerhalen. En je gaat zelf ook nog een stukje sneller. Dus het is echt een zieke emoji. Maar we staan in die finale. Dus dat betekent dat we nu in de top 3 komen. Dat we meteen de pack al mogen openen. Oké, we krijgen Rush Hour. Dat is wel een finale die ik nog niet zo heel vaak heb gespeeld. Nou, ik heb hem wel eens gespeeld. Daar niet van. Maar niet zo vaak als wat ik sommige andere finales heb gespeeld. Dus dat is een beetje balen. We kunnen even rustig aan doen. Ja, dan mogen jullie elkaar aan die andere kant afmaken. Ik moet natuurlijk wel zorgen dat ik daar er niet in ga. Maar er zijn ondertussen 2 af. Dus dat is mooi. Op het moment dat er nog 2 over zijn. Oké, haha, die is ook af. Ja, dat is mooi. Er zijn nu in totaal 4... Ja, er zijn nu 5 mensen nog over. Ja, want je hebt in totaal 8 spelers in de finale. Dus er moeten nog 2 afgaan. En dan heb ik het gehaald. Dus ik denk dat het wel gaat lukken. Oké, het gaat steeds beter en beter. Ik moet nu even hier overheen. Ja, dat is prima. Top, dan is dit ook goed gekomen. We kunnen eventjes gaan staan, want we hebben tijd zat. Er moet nog 1 iemand afgaan. En dan zitten we in de top 3. Dus dat zou wel heel lekker zijn als dat eventjes gaat gebeuren. Ik zou even hierheen. Ja, prima. En deze ga ik ook nemen. Oké, ze vallen elkaar niet aan. Dat is een beetje balen. Dus ik hoop dat ze dat snel gaan doen. Oké, nee, ik ga toch weer terug naar deze. Want dan kan ik namelijk deze jump maken. Nee! Oh, maar we hebben dit wel gehaald! Oké, no dat was echt dom. Het was mooi geweest als we hadden gewonnen. Maar ik zag dat er al 6 van de 7 af waren. En nu ik afging 7 van de 7. Dus ik was nu tweede geworden. Maar dat is voldoende om uiteindelijk deze Stumble Guys pack te mogen openen. Dan ben ik heel benieuwd wat erin zit. En ik weet het ook leuk gemaakt. Wat ik krijg. Die skin, daar ga ik ook nog even een potje mee spelen. Dus dan ben ik benieuwd wat erin gaat zitten. Mijn eerste real-life Stumble Pack ooit. Hij is geopend. Of het zijn kaartjes, joh. Ik dacht dat het een figuurtje was. Oh, het is allebei. Ik heb hem. Wojo, ik heb een special. Ik zal hem even gaan selecteren. En dan gaan we eens kijken of die er inderdaad een beetje op lijkt. Ik heb deze special gekregen. En dat is wel nice. Hier, kijk maar. Nou moet ik wel zeggen dat ik hem er wel echt gruwelijk lelijk uit vind zien voor €5. Maar hé, het is deze special. Dus daar ben ik op zich wel blij mee. Een special in mijn real life pack. Daarnaast hebben we ook nog een paar kaartjes. En daar hebben we ook gewoon 2 specials in. Het zijn een soort van, ja, attack kaarten. Oké, ik zal ze eventjes aan jullie laten zien. We beginnen met de minst zeldzame. Dat is hier deze. Ik heb deze katskin. Daarnaast heb ik nog deze gouden special. Dat is ook een mooie. Ja, dat is natuurlijk deze hier zo. Dus dat is op zich ook wel nice. Alleen moet ik wel zeggen dat ik de kaartjes er echt niet uit vind zien. Voor €5 ben ik echt opgelicht. Maar ja, maakt niet uit. Deze hebben we nog. En dan hebben we hier deze blauwe ninja ook. Dus dat is op zich ook wel nice. Het zijn een beetje de classic specials, zeg maar, die we hebben gekregen. Dus dat is op zich wel nice. Nou, in ieder geval, dit poppetje, ik hoop, kan die staan? Hij kan wel staan. Dan mag hij hier in mijn kast. Kijk, dan hebben we ook nog iets van Stumble Guys in mijn kast. Dus daar staat hij nu in. Met de kaartjes weet ik nog niet zo goed wat ik moet gaan doen. Maar met mijn groene skin die ik natuurlijk heb gekregen, doen we nog even 1 potje. En daar sluiten we deze video mee af. Yes, let's go! Dan zou het wel mooi zijn als we natuurlijk dik eerste gaan worden. Nou, die eerste rondes, dat is niet het probleem. Meestal. Oh. Oké, ik ga even de veilige route. Het ging niet helemaal lekker. Maar maakt allemaal niet voluit. We zitten er nog in en dat is het belangrijkste. Op zich is dit natuurlijk wel een coole skin. En dat is wel nice dat we gewoon een special hebben gekregen. Want volgens mij kan je ook gewone skins krijgen. Dus daar kan ik in ieder geval cool in de titel neerzetten. We hebben een real life special gepakt. Ja, dat is mooi. Nou, we zijn de eerste ronde makkelijk doorgekomen. In het begin een paar kleine foutjes gemaakt. Maar uiteindelijk keihard teruggekomen. Was echt totaal niet moeilijk. Icy Heights, dat is toch altijd wel mooi. Helemaal omdat je hier een paar goede binnendoorwegen hebt. Als je ze natuurlijk goed uitvoert. Dan moet je even hier zo bovenlangs. Ja hoor, kikkers. En dan hier een sliding. Hoppa, dat was wel echt heel erg lekker. Jongen, ik ga als een raket. Ik ging als een raket. Oké, waar spawn ik terug? Oké, dat is nog te overzien. Het scheelt dat ik zo'n enorm goede start had. Dat ik dit wel eventueel kan permitteren. En dan hier zo langs. Boem, boem. Ja, oké, prima. Alsnog kwalificeerd. Dat begin ging echt mega goed. Uiteindelijk wel een foutje gemaakt. Maar hey, ik vond het vrij netjes gaan. Dat betekent dat we in de finale staan. En dan ben ik ook benieuwd welke finale we gaan halen. Ik hoop, hoe heet die ook alweer? Honey Drop. Ja, dat je met al die plateaus hebt. Nee, we krijgen weer Rush Hour. Dus dat is wel jammer. Maar ja, maakt allemaal niet uit. We hebben deze special gepakt. Dus het zou wel even leuk zijn als we dan meteen een win kunnen halen met deze real life special die ik heb gepakt. Ik doe een beetje dezelfde tactiek als net. Ik doe gewoon lekker rustig aan. Ik laat eerst de rest elkaar een beetje afmaken voordat ik me in de drukte ga bemoeien. Dus ik blijf een beetje aan de achterkant. Wat ik wel moet doen is opletten dat ik niet daarin ga. Want anders heb ik wel een probleem. Ja, want dan ga ik natuurlijk gewoon af. En dat willen we niet. Oké, hier is het heel rustig. Dus ik blijf hier gewoon mooi staan. Ja, er zijn nu al 4 af. Zonder dat ik iets heb hoeven doen. Dus dat is super chill aan deze tactiek. En net werd ik ook gewoon tweede door deze tactiek. Dus we gaan het gewoon blijven proberen. Ik ga nu even hierheen. Kunnen we even deze nemen. Ik moet natuurlijk wel af en toe de dubbele jump nemen. Dit was prima. En dan kunnen we deze nemen. Bats! Oh nee, dat ging niet goed. Nou, ik raakte hem wel, maar niet voldoende. Er zijn ondertussen nog steeds 4 af. Dus er zijn nog steeds niet meer afgegaan dan die net af waren. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar ik heb... Oh nee! Ah! Nee, ik zag daar spijkers staan. Dus ik wou de jump maken, maar ik dacht, oh, ik zie spijkers. Ik hou nog even in. En toen was het al te laat. Ja, die spijkers, waardoor deze afgaat, daar wou ik voor uitkijken. Ik zag hem bij die bus er tegenover. Ah, dit was echt dom. Oké, nou, uiteindelijk zijn we... derde, nee, vierde geworden volgens mij. Nou, maakt allemaal niet uit. We hebben mooi wat finales gehaald. We hebben een mooie special skin gepakt, dus ik ben al helemaal blij. Maar dat was dit voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check Bawz.nl voor de Bawz-army kleding. Hoi.